Hoi, ik ben Jorn en ik ga vandaag een lekkere aardappelprei overschotel voor 4 personen maken. Alle benodigdheden voor deze aardappelprei overschotel kun je gewoon terugvinden in de beschrijving, dus ik ga vast door met de voorbereidingen. Ik verwarm allereerst de oven voor op 180 graden. En vervolgens zet ik een pan water op voor de zoete aardappel. Zo. En dan kan ik door met het schillen van de zoete aardappelen. En dan pak ik even een mesje voor. Ik gebruik zo'n mesje. Je kunt ook een dun schiller gebruiken, dan haal je hele dunne schillen eraf. Dus ik ga ze ook zo dun mogelijk proberen te schillen. Dan hou ik die laatste plekjes nog even weg. En dan snij ik de zoete aardappel in gelijke stukken. En dat is belangrijk, want dan garen ze gelijk. Dat is snel gepiept, hè? Zo. Dat scheelt, hè? Dat scheelt echt. Ja. Dat scheelt echt. Zo. En die zijn allemaal in gelijke stukken gesneden. Dus nu kan ik de zoete aardappel voorzichtig in het water laten vallen. En in ongeveer 15 minuten kook ik ze gaar. En dan de prei, de andere hoofdrolspeler van dit gerecht. Ik heb ongeveer 800 gram aan preien en die ga ik in ringen snijden. Ik gebruik niet alles van de prei, maar wel zoveel mogelijk. Ik verwijder het buitenste blad. Dan zie je hieronder een beetje zand tevoorschijn komen. Dus dat ga ik even afspoelen. En dan snij ik hier een klein stukje weg en aan de andere kant ook. Nou. Oké, de prei is gesneden en dan gaan we nu door met de volgende stap. En die is cruciaal, want je wil de prei goed afspoelen om geen zand in je ovenschotel te krijgen. En dan kan ik door met de hapjespan. Die staat al op het vuur en daar doe ik wat olijfolie in. Nou, terwijl die warm staat te worden, haal ik vast het gehakt uit de koelkast. En dan pak ik even een spatel, want ik ga het gehakt rullen. Het hele pakje gaat erin. En dan is het ook handig om het gehakt eventjes op deze manier uit elkaar te duwen een beetje. Nou, het gehakt is rul, dus dat betekent dat de prei erbij kan in de pan. En daar gaan ook gelijk de specerijen overheen. En dat meng ik vervolgens goed door elkaar. En dan zet ik het vuur wat lager. Want de prei hoeft niet per se heel hoog, zodat hij rustig kan garen. Je hoeft alleen af en toe eventjes te schudden. Zo, nou dat begint er al aardig uit te zien. Wil je nou meer van dit lekkers? Kijk dan op het Allerhande kanaal en abonneer je gratis. Nou, de aardappels zijn ondertussen ook gaar. Dus ik ga eerst eventjes een kopje kookvocht afnemen. We hebben een kopje. Hier staan kopjes. Ah. En dan zet ik het vergiet in de gootsteen. Dan gaan de aardappelen terug in de pan. Voordat ik ga stampen, ga ik nog even de kaas raspen. En dan heb ik gelijk ook nog even een tip voor je. Laat de kaas in de koelkast liggen tot je gaat raspen. Dan is de kaas wat steviger en dat maakt het raspen wat gemakkelijker. Dus daarvoor gebruik ik deze en verwijder ongeveer de helft van de korst. Nou, ik heb 200 gram kaas nodig, dus ik pak even een bordje. En wil je het jezelf nou echt heel makkelijk maken, dan kan je natuurlijk ook gewoon geraspte kaas kopen. Maar ik ga het gewoon lekker zelf raspen. Je denkt misschien, er komt helemaal niks vanaf. Check again. 200. Top. Nou, dan kan ik gaan stampen. En dan stamp ik de aardappelen goed fijn, zodat er geen klontjes in de puree meer achterblijven. Ja, dat begint toch wel een mooie, zachte puree te worden. En hij is nog warm, dus dan voeg ik ook de helft van de kaas erbij. Dan zorgt de warmte van de aardappel ervoor dat die kaas lekker smelt en dat het één mooi, heerlijk, smeuig geheel gaat worden. Nou, mocht het nou toch wat te droog zijn, gebruik dan even het kookvocht wat je opzij hebt gezet toe te voegen voor iets meer smeuigheid. Ik voeg nog een klein scheutje toe. Zo, de puree heeft de gewenste smeuigheid, dus het is alweer tijd voor de allerlaatste stap en dat is de ovenschaal opbouwen. Eerst vet ik de ovenschaal eventjes in met wat olijfolie en dan begin ik eerst met een laag gehakt en prei. Zo ongeveer. En dan gaat de aardappelpuree daar overheen en ik schep het eigenlijk in delen over het gehakt. En het heeft eigenlijk wel wat weg van een cottage pie. Groenten en gehakt onderop en dan afmaken met een laag aardappelpuree en zo dadelijk als finishing touch de kaas. Nou, dan nu de kaas, want die zorgt straks voor een heerlijk knapperig en smaakvol korstje. Dus die gaat nog royaal over de bovenkant. Nou, dan niet te vergeten gaat hij natuurlijk ook nog de oven in, want die is inmiddels op temperatuur. En op 180 graden bak ik het in 25 minuten mooi goudbruin en krokant. En de laatste 5 minuten zet ik de grillstand aan, want zo krijgt hij echt een mooi goudgeel en knapperig korstje.
Ja, en let wel even een beetje op, want elke oven werkt natuurlijk anders. Dus hou de ovenschotel in de gaten, zodat die niet verbrandt, want dat zou echt zonde zijn. En dan is die... Oh, kijk eens aan. Nou, dat ziet er goed uit. Dus hij is klaar om te gaan serveren. Dat ziet er toch prachtig uit. En het is ook een heerlijk gebalanceerd en smakelijk gerecht. Een echt AVG'tje. Aardappels, vlees en groenten. Maar dit recept is natuurlijk ook lekker om te maken met vega gehakt. En je kan natuurlijk lekker variëren met andere groenten en kruiden of specerijen. Het is bovendien ook heel geschikt om in te vriezen. En zo heb je helemaal snel iets op tafel. Goed, dat was hem alweer. Wil je meer ovenschotelrecepten ontdekken? Er staan nog veel meer video's van ovenschotels op het Allerhande kanaal voor je klaar. Neem hier even een kijkje.